Goedemorgen, met wie? Ja, goedemorgen, met Wil van Delft van Bram Hotels Blauw. Ja, goedemorgen, Wil. Ja, hoe gaat je? Ja, goed hè? Ja. Het is helemaal super, joh. Hij is gewoon op lucht, hè, de album. Oké, Nettie, even luisteraars, ja. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is namens het duo Hans Sommers met Nettie en Rick, want jullie waren afgelopen week hier te toetelen met de single Dromen van jou. Ja, dat klopt. En de brandende vraag, ja. Hoe is de samenwerking tot deze uitbreiding van deze single tot stand gekomen? Nou, het is namelijk zo, ik zat in het smaaklappenkoor in de kerk. En op een gegeven moment zijn we 10 jaar geleden in contact gekomen met Hans Sommers. Ja. En want mijn man die deed de organisatie en ze zorgde een koorfestival in Rozenburg. En toen vroeg hij of Hans de presentatie en het optreden wilde verzorgen. En zo heb je gedaan. En ik wilde op een gegeven moment solistisch gaan zingen. Nou, dus had hij zangles en en toen op een gegeven moment kwam hij ook had hij ook geen geluidsman, kwam hij zonder te zitten. Ja. Nou, en toen ben ik het geluid gaan doen en dat doe ik nu nog steeds. Dus zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja. En we hebben wat albums gemaakt en wat singles gemaakt en een hele mooie videoclip. En ja, nu is dit tot stand gekomen. Ja. Dromen voor jou. Je zijn heel twee echte Rotterdammers. Jij ook. Jij bent ook een echte geboren Rotterdam en jij komt ook uit een muzikale familie vandaan. Hè? Dat klopt, ja. Mijn vader die zat zelf in het Deventse mannenkoor. En ik speelde zelf accordeon, mijn zusje zingen en mijn broertje. Dus ja, en accordeon spelen was natuurlijk ook ons ding. Dus ja, het is gewoon hartstikke gezellig en ja, dit is uitgegroeid tot dit. Ja, buiten de jullie gelezen natuurlijk niemand Hans samen, maar jullie hebben dus ook een theaterprogramma gedaan, alles zo is aan de kanten. Ja, ook dat klopt, ja. En daar hebben we ook een hele mooie album van, die inmiddels natuurlijk ook uitgekocht is. En er staan ook ontzettend mooie nummers op natuurlijk. En het theaterprogramma was ook super. En natuurlijk ook toen het 35-jarig jubileum van Hans. Ja, het is een heel groot scala. En nu is natuurlijk de samenwerking met Hans, dat is natuurlijk zo eigenlijk uitgegroeid tot dit. En, ja, we zingen duetten en ik heb eigen stukken en ook stukken geschreven door Kees voorbij. Ja, dus we zijn er helemaal happy mee. Ja. Dus, maar jij bent eigenlijk weer terug, want je bent er toch een tijdje uit geweest, hè? Ik zelf ben in principe is het met handbaar 10 jaar geleden begonnen en daar ben ik eigenlijk niet meer uitgegaan. Dus het is ook niet meer echt de alles stopt zijn, zeg maar. Ja, nu, dus dit is gewoon zo, ja. Ja, nu deze single, is natuurlijk de brandende vraag natuurlijk, ga je dan een keer een vervolger hierop maken of zeg je, nou, hier blijven bij? Nee, want er is ook een album in aanbod van ons samen en wat duetten en solistisch allemaal en dat is in 2019. Dat is 2019. Is de bedoeling dat hij uitkomt, zeg maar. We gaan nu eerst genieten van Dromen van jou natuurlijk. Want ja, die is gewoon mega. En de klappen van de week en de toetelaar die jou. En alle radiostations. Dus ja, we zijn er gewoon heel, heel erg gelukkig mee. Ja. En dat album, die hebben we volgend jaar. Wat moeten we daar een beetje voor? Wat voor soort album gaat dat worden? Nou, dat is zeg maar de stukken gewoon die wij zelf doen natuurlijk. En net als ik heb van te mooi om waar te zijn. En als de zon schijnt, heb ik ook een klik van. En dan hele mooie stukken van Hans natuurlijk. Van waar is mijn vijf? En ik ben niet gewoon. En dan gewoon zelf van ons eigen duetten, zeg maar. En 100.000 vragen. Uiteraard deze Dromen van jou. Ja. Dus dat wordt ook weer een hele spannend iets. En eind van de maand komt natuurlijk de videoclip van Dromen van jou uit. Die door Jaap van Dieden wordt gemaakt. Ja. De arrangement is door Frank Ferrari gedaan. En de hoes van Monique van den Berg. Dus ja, het is een heel mooi groot iets. En
ja, dit hebben we ook nog nooit zo meegemaakt dat hij zo, overal gedraaid wordt en hij is gewoon ontploft, ik wil zeggen ook. Ja. Met die een beetje heel zachtjes in het oor, hè? Lukt het altijd? Lukt het altijd die samenwerking met die Hans? Lukt het altijd? Ja, altijd, altijd. We hebben al onze eigen taken. Als we optreden met de seniorenprogramma's, dan doe ik het geluid en dan zingen we samen. En dan eindigt het geluid meer voor me. Nee, dat gaat helemaal super. En we praten ook heel veel over dingen wat dan niet goed zou gaan. Of wat wel goed zou gaan. Het gaat ontzettend goed. Ik ben ook een heel blij mens. Ja. Is dat een dankbaar publiek waar jullie dus, dat oude publiek waar jullie dan veel voor zingen en optreden? Wat zeg je? Is dat een dankbaar publiek, een publiek wat het waardeert, dat meer dat oude publiek waar jullie dan wat dikkers voor optreden? Ja, zeker. Die mensen die zijn, ook al kunnen ze niet zeggen, ik kijk alleen maar naar de ogen en als we weggaan zeggen ze, komen jullie maar iedere dag hier zijn. En de mensen zijn heel erg dankbaar. En net wat je zegt, al kunnen ze niet meer, als je dan ziet zitten en al knippen ze maar met de ogen of ze zeggen, wat doe je dat mooi. En ja, het is helemaal, ik mag het niet zeggen, maar het is helemaal een beetje lyrisch, zeg maar. Die mensen zijn zo blij. Zijn zo blij. Die genieten ook echt. En daar genieten wij natuurlijk sowieso ook van. Ja. En dat doet jou zelf persoonlijk ook iets, hè, natuurlijk, als je dat gedaan hebt, hè? Zeker, zeker. Daar word ik zelf natuurlijk ook heel erg vrolijk van. Dat, net wat je zegt, en nu zeker met deze aandacht allemaal. En dan met mijn droom over jou, dat het zo ontzettend goed gaat. En ja, en net wat ik zeg, we hebben het gewoon ook heel druk met alles. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, dus er gaat de videoclip, de videoclip gaat er komen, dus je gaat ook op YouTube komen. Ja, ook dat. Ja. Zeg maar 30 juli, ja goed hè, 30 juli wordt hij dan opgenomen en het wordt echt ook een nummer van, dromen van jou, ook de clip wordt echt helemaal, dat je echt weg kan dromen van degene, dat je denkt van oké, dat gebeurt nog wel eens en en dat is ook zo natuurlijk. Ja. Is dat je bestond en ik zou je tegenkomen, dat is allemaal gegaan. Hij wordt echt helemaal mooi, dus Als ik jou zo hoor, dan klinkt er zoveel enthousiasme uit jezelf uit, dat ik zeg van wauw, dat is schitterend. Ja, dat heb ik ook en dat is af en toe wel eens het nadeel van mij. Ik ben er zo enthousiast van, dan ga ik helemaal uit mijn bolletje en dan gooi ik alle dingen door elkaar, maar ik ben er zo blij mee. En de mensen kunnen natuurlijk of mij ook op Facebook vinden of een e-mailadres. Dus als jij het goed vindt, zeg ik die ook gelijk, want jij hebt altijd zoiets, we zijn klaar en dan heb je echt geen tijd meer. Dus mijn e-mailadres is netiree. Ja, ja. @upcmail.nl. Ja. Of Facebook. En dan kunnen ze alles vinden, ook als ze jou of meer willen weten over jou, kunnen ze op Facebook of social media vinden. Ja, en ze kunnen me ook desnoods bellen. Dat is 06 nummer. Dat is 06. Ja, zeg maar. Ja. 407. Ja. 735-25. Ja. Ik herhaal 06-407-735-25. Ja. Oppassen natuurlijk, van die stille aanbidderskrijten die gaan bellen. Ja! Ja, die heb ik wel gezegd, joh! Maar weet je, één voor de vriend op dat moment alleen mijn foto. Ja, alleen maar naar ik opgetreden natuurlijk. Ja, goed. Ja, goed. Ja. Dat is wel de bedoeling. God weet het. Ja, God weet het. Nettie, leuk dat we vanmorgen hier gesproken hebben natuurlijk. Dan, we gaan ze dadelijk die zingen weer draaien. We hebben een hele week hebben we gedraaid. We gaan ze dadelijk weer draaien. Ja. En dan vraag ik, ga je nog op vakantie of blijf je gewoon rondom Huizen? Ik blijf gewoon hier zo. Ik geniet hier zo van. En dan hoef ik echt niet op vakantie. Ik bedoel, dit is al mijn vakantie. En
ja, net wat ik zeg, ik werk heel, we hebben nog heel veel te doen in het werk samen. Nou, met Amsterdam is het natuurlijk ook heel erg fijn om gewoon te werken. En nee, ik ga niet met vakantie. Oké. Dit is eigenlijk mijn vakantie. Oké. We gaan zo dadelijk de zinger draaien. Ik ga jou op de eerste plaats bedanken. Ook namens ook voor Hans natuurlijk. Ik zou graag willen vragen aan jou een afsluitend woord richting al die luisteraars die meeluisteren. Zeg iets en kondig zelf de single aan. Uiteraard. Nou, ik wil iedereen bedanken, ook de luisteraars. En uiteraard jou natuurlijk bedanken voor het hele fijne interview. En het is gewoon heel erg gezellig. En mijn nummer is Dromen van jou. En geniet ervan. Een hele fijne dag daar zo. En dankjewel en toi toi. Heel graag gedaan. En het gaat je goed. Tot de volgende keer. Bedankt hè. Dankjewel. Hoi. Dag, heel bedankt. Hoi. Hoi.